Goedendag. Ja, beste kiekers. Wat er nou weer is. Ik mos met Herman met. Helemaal door het wonder schone tuk. Hansie wil niet met, want Hansie wil naar de pepperbussies. Ik hoop dat we net zoveel plezier hebben als ons. Maar wie komt niet verder? Kijk eens, wegopbrekings. Dat is niet wat. Zullen we een keer proberen, hè, man? Zullen we gaan kijken? We gaan gewoon die kant op. Let's go. Pas op, hè. Hier zit karrenvolk. Hey, Batsa! Hey, jongens! Kom, het is kom, ga even bier drinken. Bier drinken, hé jongens. Wij zijn dus bij onze vrienden van de Hunnen. Ja, uit Zwolle, jongens, dat is fantastisch hier in Steenwijk. Ja, kom, misschien kunnen we allemaal carnaval vieren. Kom allemaal op de fiets. Kom op de fiets. Verstandig. We gaan bier drinken vanavond, jongens. Wat gaat er vanavond gebeuren? Ja, we gaan even een klein Hunnenfeestje houden. Een Oldewetsfeestje. Een Oldewetsfeestje met een kleine bezetting. Hartstikke gezellig, gewoon lekker in. Feest vieren, een biertje drinken. En allemaal. Voor 17,5 euro baatsen, maar weinig meer, jongen. En dan hoor je dat ook zo voel ik me eens op. Kijk, kom, 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 wat er aankomt, jongen, schiet dat. Hé, maar kijk eens, carnaval vieren. Nou. Hallo. De hele familie, de familie, kijk eens, jongen. Oh, de laatkomers, de kuppie schat die aan. Oh. Goeiedag. Hey, hey. Och, zie je met z'n rummen, hè, man, zie je dat? Kijk eens goed, je kunt straks weer een ander pak. Ja, kijk hier, ik heb nog. Wat? Natuurlijk, lekker. We zijn weer thuis. Kom, we gaan naar binnen. De cameraman, kom jongen, het is lekker warm. Was er nog niet? Wat kom, ik de deur. Kees, Kees, ja. Onze Kees met al die vuur. Kom maar jongens, hou ik de deuren vast. Kom maar cameraman, dat doe ik wel voor je. Aan de bar. Een lange tijd weer samen bij elkaar. Beste kiekers. We lopen hier zo bij die weg op berekening bij de karren in de buurt. Wie kom je tegen? Meneer Neus, ik mag netjes zeggen, meneer Juis, meneer Juis, meneer Juis, meneer Juis. Ik mag zelfs zeggen Jan. Zeker. Jan, u als bijna oprichter van de vereniging, hoe ervaar je zo'n al? Zoals deze, hartstikke leuk. Want ze hebben jarenlang een verplichting. En tegenwoordig is het allemaal vrijheid, blijheid. Camera is door, hè? Oh ja, dat goed. Ik ben niet zo hard om camera's op te treden, maar bij deze. Dus wat dat betreft hebben we dus een sprongetje gemaakt richting vrije toestanden. We gaan nog naar bepaalde verenigingen toe. En nou ja, we houden dus ons eigen Hunnenfeestje hier, waarbij dus andere verenigingen deze kant op komen. Vroeger was het zo, dan hadden we grote feesten in de gemeente, maar daarvoor reisden we daar Zuid-Holland af. Van de 11e was je ieder weekend, maar zoals je zelf ook wel weet en gevonden hebt, was je dan twee keer aan de beurt. En dat waren dus knappe tijden. Dat werd hartstikke lekker duur natuurlijk. Dat was duur, want je moest reizen, je moest je consumptie hebben. En dat waren allemaal zo van die dingen dat we toch op een bepaald moment toen haalden. De gemeente ook eigenlijk, die bouw dan allemaal verder. Maar we hebben toen gezegd van het is afgelopen hier en we hebben 44 jaar bestaan. Dus. Dat er zoals nou een mooi koppeltje mensen weer komen. Heel veel mensen incognito vanuit Zwolle, Delingsvaart. Allemaal even toch naar de karren. Ja. Even weer kijken bij de hun. Zo is dat. Weer de gezellig. Maar we hebben altijd goede contacten en in Zwolle. En met, vooral ook met de Venegroeten. Eigenlijk vanaf het begin af. Ik werd ook uitgenodigd daar op de nieuwjaarsreceptie en zo. En dat nieuwjaarsontbijt was altijd hartstikke leuk. Nou, en met jullie ook, met de onderwappers en in de tonnensorters. Ja, nee, maar jij. Nee. Zelfs nog wel samen, hè? Ja, en ja, goed, met Paul en zo, Paul Scholten, die ken je ook wel. Ja, Paul Scholten is vanavond druk, hè? Samen met Gerellos. Want zij zitten erbij, hè? Vanavond wordt binnen het vorstendom hun nieuwe hoogheid bekend. Ja, ja. Wij mogen er niet bij zijn.
Jammer, hè? Schande. Nou, kun je nog hier zeggen, Jan? Schande, schande, schande. Kijk, dat horen wij graag. Wij van Sassenhoek TV, wij zijn zo blij dat jij als conservator van het Steenwijkse carnaval, het Tukse carnaval, dat jij dit weer faciliteert. Wij willen jou graag opnemen in onze hofhouding. De medaille, de vriend van Sassenhoek TV, want daar ben je, Henk. Ja, zeker. Hij is erbij. Super, jongens. Alsjeblieft. Jongens, ik ben... De eerste, hè? Ik ben 30 jaar alleen getrouwd. En dat was de mooiste dag van mijn leven, maar die staat nu op de tweede plek. Jongens, dus je komt er dicht mee, hè? Hey, hartstikke bedankt. Onze vriend! Ja. En beloof één ding, hè? Volgend jaar hebben we hier weer, hè? Tuurlijk, Mensen, wat een feest weer hebben in karren. En het ging nog even duur. Wie moet dan huis? Want morgen een prominente bal. Nee, dat zei ik verkeerd. Oké, is morgen een prominente bal. Wat een feest bij die hunnen, hè? We moeten naar huis, want morgen een prinsenbal. Prins Fijke gaat zijn abdicatie beleven. De nieuwe hoogheid komt op. Gert Berendal, maar weer gewoon naar huis. Tot morgen, mensen. We maken er weer een mooi feest van. En wat waren de hunnen weer geweldig.